Goedendag, we beginnen het weersjournaal vandaag met de Weerkaart van Europa, dan van vanochtend 8 uur. Er lag toen een lage drukgebied in de buurt van Ierland en een tweede lage drukgebied bij de Baltische Staten. Ook bij ons was de luchtdruk relatief laag en die situatie hebben we eigenlijk al een dag of tien. We zitten in vochtige, warme lucht, in de zon loopt de temperatuur op tot in de buurt van de 20 graden, maar als er veel bewolking is kunnen er zware buien ontstaan. Dat gebeurde vandaag vooral in België en ook plaatselijk in het zuiden van het land. Kijken we wat er gaat gebeuren de komende 24 tot 48 uur. Dan zien we dat het lage drukgebied van Ierland. via het noorden van Frankrijk richting het uh, midden- en zuidoosten van Europa trekt. Daar wordt het echt bar en boos. Heel veel regen in het midden van Europa. Ook in het noorden van Italië en ook in de Baltische Staten. Trouwens, ook in uh, de Alpenlanden sneeuw vanaf ongeveer 1200 meter hoogte. Maar als we opnieuw naar de Britse eilanden kijken, dan ligt daar geen laagdrukgebied meer, maar een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied zorgt voor ander weer in onze omgeving. Er ontstaat een noordoostelijke stroming. Die gaat koudere lucht aanvoeren. Dat is misschien een minpuntje, maar ook drogere lucht. Daardoor verdwijnen de wolken en verdwijnen ook de buien. Nog even naar de satellietbeelden van vanochtend. Veel bewolking boven de noordelijke helft van het land, opklaringen boven België. Die opklaringen zien we geleidelijk naar het zuiden trekken. De temperatuur ligt daardoor op naar 18 graden, maar die felle witte wolken die we boven België zien ontstaan om kwart voor één vanmiddag al. Dat waren onweersbuien. En ook die komen vanavond nog plaatselijk voor in het zuiden. In het zuiden vooral dus een enkele stevige bui. Daarbij kan het onweer en hagelen, op de meeste plaatsen zal droog blijven. In het midden en noorden is het vrijwel overal droog en zijn er veel wolkenvelden. Temperaturen 11 tot 14 graden en de noordoostenwind begint vanavond al in kracht toe te nemen, vanwege dat hoge drukgebied. In de nacht ook die noordoostenwind, daardoor worden de buien weggeblazen, de bewolking begint al een beetje te breken en de temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. En ook morgen overdag zullen we merken dat de noordoostenwind waait, het is een stevige wind, windkracht 4 tot 5, in de kustgebieden af en toe windkracht 6. In de ochtend zijn er nog veel wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door en vooral morgenmiddag verwacht ik flinke zonnige perioden. Blijf droog, 12 graden op de Waddeneilanden en 13 tot 17 graden op het vasteland. En dan het weekend weer. Nou, de zaterdag die wordt echt schitterend, volop zonneschijn. De wind neemt een fractie af, maar is nog wel duidelijk aanwezig. En temperaturen van 12 tot 14 graden is natuurlijk niet top. Zondag komt er meer bewolking opzetten, breekt af en toe de zon door, maar het blijft wel droog. En dan 11 tot 14 graden. Dus een droog weekend, zaterdag veel zon, maar niet al te warm. Maandag ook droge omstandigheden, dan begint de wind af te nemen en te draaien... Dinsdag wordt het misschien zelfs plaatselijk 20 graden. Dat zien we in deze grafieken. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog. En de hoogste temperaturen die zien we eigenlijk volgende week halverwege de week. En daarna ook weer aan het einde. Want ook daar ligt de temperatuur geregeld boven de 15 tot 20 graden. Dus de dip van dit weekend is slechts een tijdelijke. Ik wens u nog een fijne dag. En ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.